Hij heeft vlog, Rick. Nee! Hey, dit is onze laatste. Oh ja, dit is onze laatste. Dan presenteer jij en dan doe ik wat eindredactie. Ja. Nou, wie had dat gedacht? Dit waren altijd wel gezellige avondjes, Rick. Gezellige avondjes. Ja, gezellige avondjes. Wie had dat gedacht? Van een baan met heel veel publiek en heel veel lol. Naar een? Een hele kleine zender van John de Mol. Poëet ben je. Rick, je hebt gelogen, je hebt bedrogen, je hebt ons allemaal in de zeik genomen. Wat is je eerste reactie? Jezus. Sorry. Oh, ik ben helemaal sorry. Jij staat op Nielson, hè? Ja. Ja. Maar, en daarna staat je op Zara. Echt goed gedaan. Echt goed gedaan. Echt lekker instinct. Lekker instinct, goed gevoel. Goed gevoel. Je hebt echt mensenkennis. Ben je een beetje aan het genieten vanavond? Morgen komt ons gesprek wel. Ben je aan het genieten? Ben je aan het genieten? Ja, ik ben aan het genieten. Ja, ik ben het genieten. Heel leuk. Ik vind het een fantastisch. Nog even voor de kijker thuis. Wat? Altijd in de microfoon praten. AT5 voor de kijker thuis. Ja, wat moet ik zeggen? Hoe heb je het ervaren allemaal? Het was... Dat je naar beneden ging, dat het water zo over je heen kwam en dat je voor je zag... Ik zag gewoon een regenboog. Oh. En ik ging naast Robert. En ik kon alleen maar tegen Robert zeggen... Robert, heb jij ook een regenboog? Heb jij ook een regenboog? Ja, in die boot. Ja, hou even op. Ik ben de minst lenige kandidaat in Wie is de Mol ooit. Oh, saar. Als een soort zeehond op je zijkant. Nee. Moetje. Ja, kut. Top! Je bent de joker, lakke joker man. The fuck? Oh, wat erg. Oh, wil ze... Nee! Fuck, oké, fucking hell. Ja, fucking billige vraag, dus we kijken of het nog makkelijk is. Probeer, put your money where your mouth is. 50 euro als jij een kusreeks. Ik kus zeker om naar huis hoort. Het hoeft niet met de tong. Het is natuurlijk feest. Maar volgende week ligt mijn kop er misschien wel af. Dus we genieten er nog maar even van. Even een stukje. Wil jij mijn hoofd of wil je het logo? Ze verheugen mensen zich op de komst van Sinterklaas. En sommigen staan nu al langs de kant op een plekje te wachten. U heeft alvast een mooi plekje bij Magda. Hoe bedoelt u? Nou, u staat toch te wachten op Sinterklaas? Nee. Wat voert u hier dan uit? Het is rood. Wacht op groen. Oh, ach, ja, ga maar gauw dan. Waarom ben ik dat bedoeld? Dag. Sorry, excuus. De Nederlandse geheimdienst staat nu al op scherp voor de Olympische Spelen. Je zou het niet zeggen met dit weer, maar de kampeerdagen zijn weer begonnen. En we moeten oefenen, Peter. Ja, meer oefenen. Het is nog niet genoeg. We blijven volhouden, Merel. We blijven volhouden. Nieuws lezen, Harm. Nee. Om het licht in de studio een beetje aan te kunnen. En nu, de eerste aflevering keek ik terug. Toen zat ik daar met een soort ontploft haar van de luchtvochtigheid. Helemaal bezweet. Nou, ja, ik loop erbij als een soort halve zwerver af en toe. Ik ben wel klaar mee. Nee. Ja, maar als je mij in die lampen zet zonder, vind ik heel aardig trouwens dat je dat zegt. Ja. Maar ik smeer wel elke dag wat op hoor. Denken of doen? Ik ben een denker, maar het liefst zou ik alleen maar doen. Ben ik slecht in deze dilemma's? Ja man, fuck. Ik ben zo blij dat jij de talkshow week. Oh joh. Als nou, doe niet zo preuts. Ik zal zo hard serieus. Goed, Maaike, dank je wel. En zo meteen die sorry, excuus, het prachtige lenteweer. Dat zorgt weer voor bomvolle terrasjes en veel remmende serveersters. Maar we gaan eerst naar Robert voor het weer in het verkeer. Maar wat, Merel, heb jij niet een sterk verhaal? Nou, over idiote beslissingen op het moment zelf. Ik heb ooit een keer, kwam ik een restaurant in. Toen kwam ik een oud collega tegen. Ja. Een meisje en ik zei, hey, wat leuk, hoe is het met je? En toen zei ze, ja, heel goed. En ze zat aan een grote tafel en toen zei ze... Ik zei, hebben jullie wat te vieren? En toen zei ze, ja, we vieren de verjaardag van mijn moeder. En naast haar zat een krullenbol. Dus ik steek zo van achter mijn hand naar die krullenbol toe. En ik zeg, gefeliciteerd met uw verjaardag. Waarop zij mij aankeek en zei, dat is niet mijn moeder. En toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Zei ik, gefeliciteerd met uw vrouw. En toen zei ze,
Dat was mijn vriend. Ja. Oh, maar Merel, jij kan je borst nat maken. Ja, want hij is namelijk ook partij. Dus is de server. Overigens is het wel slim om goed na te denken. Wie... Nu, als ik weer keelteen krijg, echt mijn keel, man. Nou ja, je hoopt toch dat het geen karma is. Dat ik straks ze echt moet laten knippen. Daar was ik heel bang voor. Als de camera niet aanstaat, af en toe nog een beetje kan mollen. Het is fake news. Ze was een mol. Niks wat ze zegt is meer goed. Ik ga, denk ik, de eerstvolgende dag dat ik werk, ga ik een soort vingerafdruktaartjes meenemen of zo. Ja, maar ik weet dat Antoine aan de lijn is. Dus misschien ga ik wel gewoon komkommer meenemen. Overvallen weer een beetje. Ja, ja. Merel, we maken nieuws hier aan tafel, dat weet je. Ja, nee, heel goed. Dat is heel goed. Ja. SBE, ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Nou, weet je wat? Denk er even over na. Ga even. Ik denk dat er aanwijzing is. Wat zie mijne. Ja. Hallo. Ik doe echt enorm mijn best om jullie iets duidelijk te maken. Nikki. Nog één. Ga jij even lekker iedereen af zitten leiden? Inderdaad. Wat zeg je, Niels? Is het antwoord Maxwell's house? Prima. Vul ik dat meteen in. Dat is niet goed. Hey, maar hoe dan? Oh. Ach, dat is niet goed. Rood scherm. Tun, 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 tun. Precies zoals ik ze graag heb. Okay, gaan we dus... nog een paardennek omdraaien. Oké, dus... ja, zo is het wel. Oké, luister. Dit gaan we even regelen. En dat ik dacht... Ja, even regelen, alsjeblieft. Ik ben wel vrolijk. Ja, nee, het was heel leuk, maar ik ga het ook nooit meer doen, want het duurde veel te lang. Nee, het is gewoon een beetje smoetsig. Ja? Maar die heb ik ook liggen. En ik kan niet... En ze is geslepen. Wist je dat? Dat ze zo geslepen was en zo goed kon liggen en liegen? Ja, ze kan heel goed liegen. Ja, dat kan ze. Ja. Ik ben wennen, hoor. Ja? Dat is mooi ook. Oh, wat? Merel, je kan niet zomaar weglopen. We zijn een interview aan het doen. Ja.